Als we naar muziek luisteren, dan horen we verschillende melodieën door elkaar. Voor ons is dat heel evident, maar ooit was dat niet zo. Die gelaagdheid in de muziek is ooit uitgevonden. Ooit was dat nieuw. Het begin van die meerstemmigheid, van die gelaagdheid in muziek, was polyfonie. En de bakermat van polyfonie ligt hier, in Vlaanderen. Meer dan 1000 jaar was het de gewoonte om allemaal dezelfde noten te zingen. 20, 30 of 40 stemmen, iedereen zong hetzelfde. Met als hoogtepunt... de Gregoriaanse gezangen. Maar plots gebeurde het dat een van die zangers een andere noot begon te zingen. Dus één stem klonk per toeval of bewust plots anders. En dat was het begin van de meerstemmigheid, van de polyfonie. En componisten begonnen ook met die gedachte muziek neer te schrijven. Niet voor één stem van de Gregoriaanse melodie, maar van verschillende stemmen boven elkaar die heel mooi op elkaar zijn afgestemd, muzikaal. Een versnipperd geheel dat in zijn totaliteit heel mooi en veel rijker klinkt dan maar één noot. Het begin van de polyfonie vinden we onder andere in de 12e eeuw in de Notre-Dame, Parijs, maar ook hier bij ons in Vlaanderen. Polyfonie. Meerstemmigheid. Elke stem in polyfone muziek heeft zijn eigen ritme en zijn eigen melodie. En je kan het vergelijken met dansers, want alle dansers die moeten in de maat dansen, maar iedereen heeft zijn eigen stijl of zijn eigen manier van bewegen. En iedereen stopt ook tegelijkertijd, net zoals in de polyfone muziek. Polyfone muziek is gecomponeerd voor de kerk, dus dit is de beste plek om die muziek te beleven. En je zal ook voelen dat al die stemtypes hier heel goed tot uiting komen. Na, in de 14e en 15e eeuw zaten heel veel van die componisten van de polyfonie ook hier bij ons. En ze waren zelfs bekend tot in Italië, want daar werden ze i Fiamminghi genoemd, de Vlamingen. Net zoals onze chocolade of onze trappistenbieren waren die componisten van de polyfonie een echt exportproduct. Iedereen over heel Europa wilde zo'n componist in huis halen. Waarom? Wel, ze hadden een heel eigen klank, een heel eigen voeling voor melodie, een zekere elegantie ook in de muziek. En op die manier konden de componisten van de polyfonie hier in Vlaanderen zich onderscheiden van hun collega's in Italië of in Engeland. Een belangrijke terugvalbasis voor de Vlaamse polyfonisten waren de Vlaamse steden, zoals Brugge. Want in Brugge was er geld. Het was een stad met heel veel opportuniteiten, dus ook de Vlaamse polyfonisten trokken naar hier om nieuwe kansen te creëren. Zoals de Vlaamse polyfonist Jacob Obrecht. Hij is geboren in het jaar 1457. Hij was Gentenaar, zoon van een stadstrompetter, maar hij zou ook carrière maken aan het Hof van Ferrara in Italië. Jacob Obrecht heeft in Brugge gewerkt en een van de belangrijkste werken die hij hier heeft gecomponeerd voor deze Sint-Jacobskerk in Brugge is de Missa de Sancto Donatiano. Een mis om de dood te herdenken van een van de rijkste burgers van Brugge en een van de belangrijkste geldschieters van deze kerk, dat was Donaas de Moor. Donaas de Moor was een heel rijke man, maar met het hart op de juiste plaats. Want voor de arme mensen van de stad bouwde hij een godshuiscomplex van 13 huisjes. Hij stierf in het jaar 1483. En de weduwe, Adrienne de Vos, die wilde elk jaar haar man herdenken met een mis. Elk jaar op 14 oktober, de dag van de patroonheilige van Brugge. Voor de muziek van die mis klopte ze aan bij Jacob Obrecht. En zo ontstond de Missa de Sancto Donatiano.
Jacob Obrecht componeert prachtige polyfone muziek. Ze klinkt ondersteunend, troostend en Obrecht wil ons ook laten horen wat voor een goed man Donaas de Moor wel niet geweest was. Want hij verwerkt in die mis het lied Geef den Armen gevangen. En in dat lied wordt er gevraagd aan de gelovigen om een steentje bij te dragen aan de minder bedeelde mensen van de maatschappij. Een mis heeft natuurlijk zijn vaste onderdelen, zijn vaste teksten, zoals het Kyrie of het Sanctus. Daar mag je niet van afwijken. Maar wat je dan wel kunt doen als componist, is om daar iets mee te doen, iets heel bijzonders mee te doen, muzikaal. En dat heeft Jacob Obrecht ook gedaan. Hij begint van een cantus firmus. Cantus firmus, een vaste zang, een vaste tekst, een vaste melodie. En daarboven of daaronder componeert Obrecht nog verschillende stemmen. Dat is eigenlijk het principe van de meerstemmigheid, van de polyfonie. En die stemmen die brengen versieringen, die draaien alles om, die reageren op de andere stemmen. Dus die zijn echt een enorme meerwaarde voor die vaste melodie. En in zijn totaliteit is het één groot plaatje. Al die complexe zanglijnen maken van de Missa de Sancto Donatiano een knap staaltje meerstemmigheid. En dat is meteen ook de kracht van Jacob Obrecht, van de polyfonist, want hij toont ons een waaier aan melodieën waar we op kunnen focussen, maar je verliest nooit het overzicht in die muziek. Het is complex, maar het is heel helder tegelijkertijd. En ik kan me voorstellen dat voor Adriaan de Vos, de weduwe van Donaas de Moor, dat toen ze die muziek hoorde van Jacob Obrecht, elk jaar opnieuw op 14 oktober, dat voor haar die stemmen als handen leken, die het lichaam van haar man nog voor een laatste keer door de kerk droegen. Missa de Sancto Donatiano van Jacob Obrecht komt alles samen. De liefde van een vrouw voor haar gestorven echtgenoot. De warme, rijke zakenman die heel veel liefde toont voor de arme mensen van de stad Brugge. De liefde voor de stad Brugge, want de muziek werd elk jaar uitgevoerd op 14 oktober, de dag van de patroonheilige van Brugge. Ook het geloof in kunst als investering en de dramatische kracht van meerstemmigheid. Missa de Sancto Donatiano van Jacob Obrecht klinkt heel eenvoudig, heel vanzelfsprekend. Maar dat was het zeker niet. Want polyfonie bracht vernieuwing, een nieuwe manier van luisteren die ook heel wat nieuwe emoties kon bieden. En zonder de Vlaamse polyfonisten hadden we die emoties nooit ontdekt.